afbraak en opbouw. Nergens is het contrast groter dan bij de nieuwe woonwijk Nieuw-Zuid in Hilversum. Op de locatie van het oude zorgcentrum Zuiderheide ontwikkelt Dudok Wonen in samenwerking met Amaris en Habion een nieuwe duurzame wijk voor jong en oud met appartementengebouwen in de sociale huur, vrije sectorhuur en zorgwoningen. Nu de eerste appartementengebouwen zijn opgeleverd en de bewoners genieten in hun spiksplinten nieuwe appartementen, is de sloop van het zorgcentrum begonnen. 100% duurzaam slopen is daarbij het uitgangspunt. De sloop is gestart met het zogenaamd strippen van het gebouw. Dit betekent dat het gebouw volledig wordt teruggebracht naar alleen de draagconstructie. Hierbij scheiden we op de bouwlocatie het afval al zoveel mogelijk. Losse inrichting, zoals keukenblokjes en kasten, worden verwijderd. Kozijnen en deuren worden gedemonteerd. Vloerbedekking wordt verwijderd en zelfs de bedrading van de stopcontacten wordt er apart uitgetrokken. Op de bouwlocatie wordt het sloopafval al zoveel mogelijk in aparte containers gesorteerd. De secure sortering en verwerking van het sloopafval gebeurt uiteindelijk bij de sloper op de werf. Strippen begint het grove werk van de sloop. Een kraan vergruist ter plekke letterlijk hapje voor hapje het gebouw, waarna slechts nog een berg met puin, staal en hout overblijft. Deze wordt afgevoerd naar de werf waar alles nogmaals wordt gesorteerd. Van het sloopafval kan op de werf niet verwerkt of gerecycled worden. Dit sloopafval wordt gebracht naar een afvalspecialist. Met behulp van moderne technieken en installaties worden de afvalstromen verwerkt tot maximaal hergebruik. De keuze om het gebouw duurzaam te slopen is een bewuste keuze. Deze duurzaamheidsvisie is ook van toepassing op de nieuwbouw van de appartementencomplexen en de gemeenschappelijke tuin. Het levert een positieve bijdrage aan het milieu op het gebied van biodiversiteit, afwatering en CO2-neutraliteit op. Door flexibel te bouwen kan er beter ingespeeld worden op de wensen en behoeften van bewoners, nu en in de toekomst. Door deze bewuste keuze is de nieuwe woonwijk toekomstbestendig en duurzaam. Een garantie voor fijn en prettig wonen in een nieuwe, levendige wijk in Hilversum.